Ja, daar zijn we op een moment toch wel van een gebouw van 10, 12 meter gesprongen. Vlot. Oh, allee, is dat niet gevaarlijk? Kom, Ingrid, we moeten verder patrouilleren. Ja, Luc, ik kom direct. Ga maar al. Hè. En moest je daar dan gaan wonen? Of ik wacht nog wel. 2 seconden. Luc, ga maar al. Ik kom direct. Heeft Ingrid om mijn voeten te pakken, of wat? Oh, ik denk dat het juist andersom is. Ik denk dat hij Ingrid te pakken heeft. Ja. Ingrid om mijn voeten, dat kan niet. Ingrid is security. Security is altijd bevoegd, sowieso. Daar is staan de stoever. Missen jij pad. En dat Ingrid daarin trapt, hè. Kom, ja, we zijn weg. Ah. Fuck. Nee, nee. Nee, ik heb niks tegen die Olivier. Maar dat is gewoon niks voor Ingrid. Nee, allee, op een schaal van 1 op 10 is Ingrid minstens een 8. En dan Olivier... Dat is een fump. Dat is een stuntman, of wat? Ja. Roem? Nee, ik wou dat vroeger altijd worden, eigenlijk stuntman. Oh? Ja, maar ik mocht dat niet van thuis en... Ach, smos, jongen, waver zijn we gelijk. Hè? Stuntman in België, daar kunnen we kost niet mee verdienen, jong. Hé, hey, je neemt de nagel om als gatkraam, net een ding, hè? Weet je, er zit iets in mijn kop dat zegt van stuntman, stuntman, stuntman. Maar er is ook iets in mijn kop dat zegt van dat gaat niet, dat gaat niet, dat gaat niet. Snap je? Dus ik dacht, als ik nu van die stuntman zelf hoor, dat gaat niet, dan is het 2-1. Verstaat je? Ik zweer mijn kop bij. Hè. Soms lijkt het alsof ik 2 hersenhelften heb.